Hi, dit is weer de vlogje van Demi. Het is nog even om terug te komen op... Zo. Ik moet zorgen dat ik niet te dichtbij kom, want dan is eigenlijk geen gezicht. Maar even kijken. Ik heb met mijn Toto is uitgekomen. Chelsea heeft de Champions League gewonnen. Dus ik had 3 euro ingezet. 3 euro is zijn... allemaal hebben winst opgeleverd. En ik had Chelsea als beste Engelse club. Er waren dus 2 Engelse clubs in de finale. Manchester City en Chelsea. En gelukkig heeft Chelsea gewonnen. Want ik had Chelsea als beste Engelse club. Hoe noem je dat? In de Champions League. En ja, dat is nu ook dus gebleken. Maar goed, dit is dan eventjes een kleine unboxing van... Calvin Klein weer, omdat ik heb het een tijdje geleden heb die dingetjes besteld, maar ik had iets van, ik had ze nu pas binnengekregen, dus ik had iets van, nou ja, dan is het in principe ook eventjes dan om het op te loaden, is wel even leuk. Ik heb mijn adres, moet ik dan eventjes apart houden. Ik zit even te denken, wat is handiger om te filmen. Kijk, het is wel een heel leuk doosje gekomen. En ik heb een klein mijn adresgegevens. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Mijn adresgegevens moet ik dan... Die staan waar ik mijn hand voor had gehouden. Kijk. Dan is dit een bikini, ook in een heel doosje dat ik zoiets had van, het kwam van Zalando, bij Zalando had ik het besteld, dat ik zoiets had van, maar ik had vorig jaar ook een bikini besteld bij de Bijenkorf. En dat broekje had ik zoiets van, maar deze was 31 euro. Dit is dan het topje. Ik heb hem gepast, dus hij past. Ik ben alleen niet zo een pro in het opvouwen. En dit is dan, even kijken. Voorkant van het broekje. En achterkant van het broekje. Dat ik zoiets had van, omdat ik bij mijn vorige... bikini van vorig jaar, die eigenlijk niet gebruikt is vanwege corona. En ik heb een zwak met bikinis. Als ik een bikini ergens zie, heb ik zoiets van, oh god, ik moet hem hebben. Maar, die doos kan ook niet dicht. Deze had ik zoiets van, bij het bikini broekje van vorig jaar, had ik zoiets van, hey, het is wel handig om een extra bikini broekje extra te hebben. Dus, maar dan ga ik eventjes verder met... Anders is het geen shopvlog als ik niks laat zien en alleen maar ga lullen. Zo, daarvan had ik de vorige keer waar ik van moeten leren. Ik ben een beetje hardleers. En BH. En dan... Wat ik bedoelde met ik ben hardleers. De vorige keer had ik dat plastic al eruit gehaald. Oh. En de onderbroek. Ik had een bijpassende onderbroek. Maar die was niet dinges. En ik had zoiets van bij Zalando heb je dan op zich als je het dan aanklikt. Al die dingen op mijn... verlanglijstje waren al eruit gegaan. Dat ik zoiets had van, nu was het 40% korting. Dat ik zoiets had van, ja, wat zal ik doen? Zal ik het laten of zal ik het bestellen? Dus ik had het maar besteld. Dus dit was ons kort shoplogje. En even kijken, doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Laat een reactie achter in de comment section. En tot de volgende keer. Doei doei!